Hey mensen van Dus David Games, ik ben Ravé en vandaag gaan we weer, Skyrim spelen. En we waren hier gebleven bij het stukje dat de deur open ging en dat we moesten vluchten voor de draak, want die was de stad aan het aanvallen. En we hebben weer deuren. Hé, hey, er zijn mensen daar. Hi, horen die bij ons of niet? Hallo. Oh, die horen niet bij ons. Grapje. Ah. Oh, ik moet ze killen natuurlijk. Dood. Ga dood. Oh, zou jij me helpen? Oh, zie die slow motion. Zo vet. Zeg agressief spel eigenlijk. Deze is sterker, dus die gaan we even aandoen. Items, weapons. Zo, nu doen we wat meer damage. En we moeten dus blijkbaar hierin. Hey, cabbages. Oh, die doen. Kijk, eten hebben we dus altijd wel nodig. Als je dus je health heel laag is, dan moet je gauw wat eten. En dan kan je in ieder geval weer lopen en bewegen en ga je niet zo snel dood. En, oh, wauw. Oké, dat had ik even niet verwacht. Waar moeten we nou heen dan? Kan ik er overheen klimmen of zo? Damn, that dragon doesn't give up easy. What are you doing? Huh? We need to get out of Helgen now. You can't. These Imperials have potions in here. Oh, we moeten hierheen. Hier was een deur. Grapje. Eta. Oh. Daar. Dood. Oh, stamina is low. Wat betekent dat? Even kijken hoor. Oh, dan kunnen we niet rennen. Die is dood. Hij ligt wel mooi. Precies recht. We moeten hier wat uitpakken, oké. Oh, potions. Potions is nog handiger dan eten. Want potions geven... Oh, nog één. Potions geven wat meer health en dingen dan... Dan eten. Vooral, ja. Dat is het eigenlijk. Dus eigenlijk elke keer als je potion ziet, pak je het gauw op en heb je wat meer. Dan kan je langer blijven leven. Done then, this way. En dan moeten we hierheen. We gaan steeds verder ondergronds, merk ik. We gaan steeds lager. Dus ik weet niet waar we straks uit... Oh, weer vechten. Waar we straks uitkomen, maar... Zo. Die is dood. Zag je die slow motion? Vette. Ik vind het echt wat hebben, die slow motions. Echt lekker agressief en ja, ik vind het wel wat hebben. Het is wel wat voor mij. Kijk, die lockpicks hebben we dus nodig. Straks kunnen we dingen openmaken. Dan heb je lockpicks voor nodig. Wat is hier? Niet echt wat we nodig hebben. Nee. Wie is dit? Hey. Wauw, een lelijkheid. Hij is oud. Hij gelooft ons niet dat er een draak is, dus hij wil hier blijven. Nou, dan niet. Hé, hey, er ligt een lijk. En potions, ik heb de potions. We gaan hem openmaken. Dit bedoelde ik dus met lockpicking. Ik kan hem openmaken. We moeten alleen even vinden hoe we hem open kunnen krijgen. Waarom wil... Oh, hier. Kijk. Je moet dus draaien en met je muis met A en D heen en weer. En dan kan je kijken wat je open krijgt. Hoe je het open krijgt in ieder geval. We gaan gewoon alles pakken. En we stelen gewoon zijn kleding. Nu is hij naakt. Half naakt. Dan zijn we in ieder geval wat sterker en die kleding kunnen we straks verkopen. En dan zijn we wat rijker. Nu ga ik gewoon lekker lopen, want ik heb geen zin om te wachten op hem. Allemaal bloed. Mensen die vastzaten. Ik denk dat we in de kerker zitten, in de gevangenis van Helgen, waar we in zaten. Ja. Waarom moet het gewoon hierin? We zijn nog lager, we zijn nu echt in de grot. Oh, vet. Ziet echt mooi uit. Oh, er zijn weer mensen. Horen die bij ons?
Wil jij bij mij? Hoor je bij mij? Oh, nee. Ja. Oké, de poppetjes met de blauwe kleding aan moeten we dus killen. En die horen bij ons. Oké. Dan volg ik het nog een beetje. Het is altijd best lastig om te zien wie bij je hoort. Aangezien, ja, er zijn zoveel poppetjes en allemaal een beetje dezelfde stijl eigenlijk. Oh, slow motion. Wij zijn echt lelijk trouwens, die troll. Allemaal normale poppetjes en dan kom ik er bijna met een trollhoofd. Wel grappig. Dat hebben we allemaal niet nodig. We gaan gewoon lekker verder. En hoe gaan we nou weer verder? Oh, we moeten hier het leven mogen. Oké, ja. Van. Kijk, mooi. Oeh. Oh, wauw, dit is echt mooi. Oh. Wat gebeurde er? Even kijken hoor. Oh. Veel wat. We gaan gewoon lekker verder. Ik denk dat we hierin moeten. Want daar zit het pijltje weer. Dat kunnen we dus ook volgen. En we gaan gewoon weer alles pakken wat hier ligt. Moet ik eigenlijk hierin of moeten we rechtdoor? Oh, dat kan niet eens rechtdoor. Laat maar zitten. We gaan wel hierin. Heel spinnendag. Oh, en spinnen. Gadverdamme, ik haat spinnen. Ik ben bang. Oké, ik ga ze gewoon doden. Deze is groot. Ga dood. Oh, hij is al dood. Auw. Zo, slow motion. Dood. Oké, we gaan even een poosje nemen. Want we waren aardig. Kijk, rechts al zie je de held. Die is nu op half. En als we dus een poosje nemen, is het weer bijna. Oh, nu is hij vol. We hebben weer twee genomen. En is het weer vol. Dus dat scheelt een stuk. En dan kunnen we weer verder. Want ik wil niet doodgaan bij dit stuk. Lijkt me nou niet zo leuk. Oh, niet vallen. Karretje. Dan gaan we gewoon weer alle wijn meenemen. Want wijn is lekker. En coin purse. Oeh, hoeveel geld hebben we al? Oh, dat kan je nog niet zien. We gaan de helm opdoen. We worden wel alleen maar sterker en sterker. Echt een stuk beter. Waar staat die helm? Oh, hier. Yay, we hebben een helm. Just take it nice and slow. Oh, we moeten sneaken. Or if you're feeling lucky, you can take this boat. Why take it by surprise? Go ahead. I'll follow your lead. We gaan hem vermoorden, ja? Oh, hij zag me. We gaan hem pakken. Ik ga hem pakken. Dood. Oeh, slow motion. Oh, best wel zielig eigenlijk. Ik kan wel helemaal niks doen. Maakt mij niet uit. We gaan gewoon lekker alles oppakken. En voor mij kunnen we weer verder. Dus al die botten liggen. We hebben misschien onszelf moord eigenlijk. Als je al die botten daar lagen van mensen. En we gaan weer het pijltje volgen. Oeh, daar is de uitgang. Jee, we hebben het gevonden. We hebben het overleefd. Nou, dan is dit een goed moment om het te stoppen. Bij deel 4 ga je zien waar we heen gaan. We komen dan in Skyrim. Dat is echt de wereld, kan je zeggen, waar je overal heen kan. En dan kunnen we heen gaan waar we willen. Dus dan kunnen we zelf gaan beslissen of we allemaal quests willen gaan doen, of we de hoofdquests willen doen, of dat we eerst gewoon willen rondlopen en mensen vermoorden ofzo. Ik denk mensen vermoorden. Dat is best leuk. Maar in ieder geval, doe een duimpje omhoog. Doe favoriet alsjeblieft. En ik zie jullie dan bij deel 4. Doei!